Hoi, welkom bij deze video. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Welkom bij deze maandagavond. De tweede spuitjes zitten nog lekker te eten. Ik heb de honger. En te reclame. Dus dacht ik, zal even de weekvlog opstarten. Ik heb mijn sportkleding al aan, want ik moet sporten. Van mezelf, thuis. Want ik heb vandaag de hele dag gewerkt. Dus ik wou niet aansluitend aan mijn werk doen. Want dan haal ik die kinderen pas heel laat op. Ik heb vandaag wel de boodschappen nog even tussendoor opgehaald. En heb ik ook een weekvlog. Boodschappenshoplog weer van gemaakt, dus die kan je als het goed is weer terugvinden. En dit is een... Hoi! Hi! Is je bordje op? Ik kom er weer bij zitten. Ik ga even snel de rekening openen voordat Pascal thuis is. Want dan ga ik het weer vergeten. Want die is nu om zijn eerste vaccinatie. Joepie! Dus helemaal joepie! Dan voelt we ons ook een beetje vertrouwd. Eindelijk! Dus ja, we gaan een leuke week tegemoet, want Brooke moet afzwemmen voor de... B. Boe. Onder andere. Beetje. We hebben genoeg te doen deze week, hè? Ja. Zo moeten ze eerst in de bed. Welkom bij deze dinsdag. Wij hebben twee dozen. Ik mis zelfs nog een doos. Ik ga je nagaan hoeveel ik weer besteld heb. Oké. Okay. Lieverd, doe het even. Doe het. Doe het. En dit is de Clinique ID Dramatic Difference Hydrating Jelly. Een proefpakketje. Wat is dat? Dit is de... Dus Detoxify. Het zijn van die eyepatches voor onder je ogen. Omdat ik toch merk dat ik donkere dingen onder mijn ogen krijg. En de vitamin C gezichtsmaskertjes. Again, Pixie was op dat moment in de aanbieding. En dat was het zeker. Ja. Opper de pop. Dus er was Pixie was in de aanbieding. En Olaplex in de aanbieding. We mochten gewoon twee keer leuk zijn zoeken. Dat is allemaal bij Look Fantastic. Oh, dat vind ik zo fijn. Ik moet zelf weer lekker optutten en doen. Moet naar niet optutten, het is geen make-up. Maar ze hebben er trouwens wel make-up. Maar het is natuurlijk vooral gewoon gezichtsverzorging. Nou, hoop dat die deur eens een keer dicht blijft. Dank u. Nou, dametje. Pas er voor je vingertjes. Ah, dat is de poppen. Ik pak Dit is de barbecue smart saus. Dit zijn de complex base. Ik had het toevallig over met een arts van de vaccinatiestraat. Die toen eigenlijk altijd gynaecoloog is geweest en nu met pensioen was. Goh ja, hij had het over dat als je aan de pil was, dat je dan wel eens depri kon worden. Toen dacht ik, oh, wat herken ik. Toen dacht ik, moet je vitamine B slikken en dan wel vitamine B6. En toen ging ik kijken en de vitamine B die ik had, had geen vitamine B6. Dus ik heb vitamine B6, daar heb ik al zo'n 2 potjes van. Dit is vitamine B compleet, maar er zit voor vitamine B6 zit voor 588% per dag in. Dus dat moet goed komen. Wat hebben we nog meer? Oh ja, ik heb het ook besteld. Smart pasta spaghetti. Dat is allemaal kant-en-klare spaghetti die je even omwarmen. Waarvan het 9 calorieën en 4 gram vezels zijn. Dus. En daar heb ik als het goed is nog meer van. Ik heb ook de noedels van. In het kader van een beetje gezond eten. En daar heb ik ook rijst van. En nog meer noedels. Oh, ik had natuurlijk 2 verschillende. Ik had dus... Nog meer rijst. Oh, die andere zit in deze verpakking. En spaghetti. Dus ik heb noedels, spaghetti en rijst. Ja, dat heb ik ook. Ik heb alles 2 of 3 of zo gedaan. Nog meer. Ga ik dat allemaal in de kast zetten. Alleen dan kan ik op het moment dat bijvoorbeeld macaroni eten. Of een keer rijst. Of een keer kip met iets. Dan kan ik dat pakken. Ik heb ook weer mijn Clean Protein Salted Caramel. Dat vind ik een hele fijne regel tussendoor. Daar heb ik ook 2 pakken van besteld. Want die gaan harder als de blueberry ones. En de enige 2 zonder chocolade die ik lekker vind. Dus. En wrapjes. Voor tussen de middag. Lekker. En laatste. Ja, dat is een briefje wat mama allemaal heeft gekocht. Dus dat ga ik allemaal opruimen. Van de tafel vol. Maar dus. Ah, hier. En dan moest ik eigenlijk nog een USB-C kabel die overgaat in een SD-kaart. Die zou ook vandaag binnenkomen. Dus even kijken hoe die blijft. Geen je lekker poppen? Wat een agressie. Ja.
En wat heb je vandaag gedaan op school? Gegeten. En fotoshoot. Fotoshoot. Wat een schoolfoto's vandaag. Wat ik best wel spannend vond, want ik was om 7 uur al op mijn werk. En Pascal zou ze brengen om 7:30 bij de gasthouder. En Pascal hoort geen haar. Dus als hij ze al brengt, heel even wachten schatje. Als Pascal ze al brengt naar school. Tenminste, als Pascal ze brengt naar de gastouder, is dat rond 7:30. En dan laat hij Brooke gewoon de haar kammen en doet hij bij Lone gewoon even een beetje. Volgens mij doet hij bij Lone niet eens wat. Maar zit over, oké. Maar hij doet ze nooit. Ja, laat Brooke haar kammen, maar dat is het ook wel. Maar ja, voor de schoolfoto wil ik niet dat ze los haar heeft. Nou, wel dat ze een staartje of zo had. Dus ik had de haarspullen klaargezet en dat ook gezegd. Ik had haarspullen ook in de tas gedaan bij de gastouder. En ik had tegen die heeft gezegd, bijvoorbeeld wil je even kijken voordat ze om de foto gaat. Hoe het eruit ziet. Maar ze schijnen ook broer-zusfoto's gemaakt te hebben. Dus moet haast wel goed gekomen zijn. Tot zover heb ik daar hoop in. Hi, het is al kwart over 3. Ik moet echt sowieso bij mijn weg. Maar ik heb vanochtend mijn benen zo beslaan. Het is 3:15. En ik heb vanochtend sport. Ik ben bij Brooke bij de jeugdverpleegkundige geweest. Alles was helemaal super. Ze doet het goed. Ik heb in mijn inbox 2 aanbevelingen gekregen van een boek voor mezelf en een boek voor Brooke. Om haar zelfvertrouwen te vergroten, zodat ze nog minder snel dicht slaat. Dus dat is helemaal goed. Ik heb de sport gedoucht, maar aardig gewassen, ik heb een maskertje gedaan. Logan is nu bij een vriendje spelen en Brooke zit hier beneden. Maar ik heb niet zo heel veel gefilmd. Dat komt ook omdat we nu een meneer hebben. En die is met onze voordeur bezig. Dat vind ik een beetje awkward. Maar ik wil dit toch wel laten zien. Ik had gisteren op mijn werk namelijk dit besteld. Die heb ik besteld omdat ik morgen mag afzwemmen voor de B. En die dan is vuil, ze gaat erna. En dacht ik, is dat leuk om extra te geven. En dit is wel binnengekomen, ik denk wel dat het past. Maar mijn USB-C kabel naar SD kaart, nog zeker niet. En ook niet haar onder de speelgoed. Ja, dus. Nee, dit is allemaal pas snel, dit kwam met de DHL. Ik weet niet wat het is, maar ik heb gewoon een brievenbusje nog steeds niet. Gewoon de post ook gewoon niet gebracht. Super frustrerend. Dus. Het is dan maar. Ik kan het vertellen. Ik moet ondertussen ook kip aan te komen. Ik kom het eten naar Vitas. Het ziet er maar niet lekker uit, maar ik ben er wel mee bezig. Dus. Mijn kip is klaar en ik heb ooit eens gezien hoe Jordan Page hem met een mixer deed om ze te shredden. Dus ik ga het gewoon proberen. It actually worked. Zo handig. Ik kan het lekker kruiden en ik kan het maken voor iedereen. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added color. Open your eyes. Eigenlijk meer voor mama. Deze voor mama bij. Dat voor mij. Pascal heeft ze gekregen voor vaderdag nog. Ja. Weet jullie wat het zijn? Nee. Het zijn, het is het eigenlijk iets voor de mug te vangen. Een draadloze mug. Een draadloze mug. Dat
dat is nog een cadeautje voor jou vanmorgen als je je B-diploma wilt. Wat is dat dan? Dat ga ik niet vertellen, dan moet je je B-diploma verhalen. Go! Oké. Misschien dat je het verteld gaat. Wat een dagje weer. Lauren heeft lekker gezongen dus. Een klein stukje denk ik nog gezien. Ging er goed. Daarna lekker fajitas gegeten, kindjes op bed gelegd. En ik heb heel ouderwets mezelf afgesloten en je kan het niet zien. Met de big ass laptop van Pascal van vroeger. Daar is namelijk de Sims op geïnstalleerd. Ik ben wat dat betreft net een 12-jarige. Als ik gewoon even rust wil hebben in mijn hoofd, vind ik het leuk om andere mensen te controleren. In de Sims. Dus dat heb ik even gedaan. Ik ga nu Donna uitlaten. Normaal deed ik al het grote rondje met Boris. Maar Boris liep vanaf van deze week ineens mank. Dus we doen even rustig aan met hem. Maar Donna die kan het wel. Dus dan ga ik niet zo ver. En daarna ga ik heel slecht van mij even onder de zonnebank. Zo maak ik 10 minuten voor, 10 minuten achter. En dan ga ik mezelf afspoelen. Want ik heb natuurlijk vanmiddag al gedoucht. En dan lekker naar bed. Het is nu 9:30. Dus moet kunnen. Dus al met al een lekker geslaagd dagje. En ik ben heel erg benieuwd. Want beurten cadeautjes zijn nu ook nog binnengekomen. Dus dan moet ik hem morgen even inpakken. Morgen komt de meneer weer terug van de deur. Maar ik ben echt super benieuwd wat ze vindt van de paardrijspullen. It's so cute. Goedemorgen. Het is nog morgen. Het is 11 uur of zo. Ja, 10 of 11. Ik heb mijn eigen modus gehad vanochtend. Ik heb de kinderen naar school gebracht. En dat liep al een beetje lastig. Want normaal gesproken gaan we ervan uit dat degene die als eerste beneden is de honden doet. En ik hoorde Pascal uit bed gaan. Dus ik dacht, oh, mooi. Dus ik had mijn wekker gesnoest. Omdat Logan vannacht een paar keer uit bed was gekomen. Een soort van mini paniekafvalletjes krijgt. En het idee dat hij niet meer in slaap valt. Terwijl hij dan gewoon echt naar de wekker gaat kijken. Kan ik slapen? Dan kan je dus ook niet slapen. Dus ik ben echt wel een paar keer uit geweest nog voor hem. Dan is je kind gewoon bijna acht en nog slapeloze nacht van hem. Maar goed, dus ik dacht, blijf even precies langer liggen. Want honden zijn toch al gedaan, dat lukt allemaal wel. Dat kan als gewoon zich in bed gaan liggen. Die was dus zeg maar uit bed gegaan. Heeft een tractor aangezet om de mest te blijven ronddraaien. Oh ja, heb ik het verhaal. Maar dit is een soort van mixer. Die moet de mest zeg maar blijven mixen. En dat wordt aangezet door een mini tractortje. En die is hij toch eens om 5:30 of zo gaan aanzetten. Dus ik heb hem uit bed horen gaan. En gedacht, mooi, dan zet ik snoezig straks mijn wekker nog een keertje. En hij is namelijk in bed gaan liggen. Dat stuk heb ik even niet meegekregen. Dus ik kwam pas om iets over 7 beneden. En toen waren de honden nog niet gedaan. En toen stond de vaatwasser nog aan. Als hij niet moest uitgeruimd worden. Ik dacht, kak. Dus nee. Daardoor liep ik dus achter op schema. Dus eerder die kinderen ontbijt hadden, was pas 7:30. En dus dat dan op hebben. Dus, nou, we waren op tijd op school zonder al te veel stress. Maar dan begin je niet lekker. Vanuit school ga ik nog alleen naar de sportschool. En ik, oh leuk, ga ik filmen. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar ik heb lekker de upper body workout gehad. Toen was ik om iets over 10 klaar. Toen dacht ik, shit, dan moet ik opschieten. Om 11:00 komt de meneer die het, de deur gaat afmaken als het goed is. En ik moest mijn lenzen ophalen. Want ik moest vanaf dat ik echt niet mijn lenzen kunnen indoen. Ik dacht, anders kom ik er niet van. Dus ik heb lenzen. En toen zei de meneer van, ja, de lenzenvloeistof is in nabestelling. Dus ik heb alleen mijn lenzen. Dus dacht ik, dan ga ik langs de Ethos. Dus ik heb gehaald lenzenvloeistof. Pa zet hem op voor de kinderen, want die is bijna op. Wattenstaafjes, want dat is helemaal op. En eyelashes, 2 stuks. Ik wil handig om één keer voorraad te hebben en ik heb nu het laatste doosje gepakt. Deze plak ik af en toe, nou eigenlijk zeg maar 5 van de 7 dagen per week, op mijn wimpers. Dus ik kan hier een week mee doen. Gisteren heb ik ze niet opgehad. Vandaag ga ik ze wel doen vanmiddag eventjes, want vanmiddag moet ik dus afzenden. Ik vind het echt super handig. Ik gebruik overigens het lijmpje wat erbij zit niet. Maar ik gebruik dus de Fluttery Lime, Light and Wispy. Ik gooi er gelijk één op de grond. Oh, mijn benen was even gisteren. En toen bedacht ik me vanochtend dat het niet zo heel erg leuk is dat Brooke met haar beste vriendinnetje gaat afzwemmen. En ik wel cadeautjes heb voor Brooke, maar niet voor de vriendinnetje. Ik ben eventjes gelijk ook langs de blokker geweest, die zit naast de Pearl. En de Ethos. We hebben dit opgehaald voor haar. Het is de Created, vind ik altijd leuk voor die kinderen, zo'n make-up spullen. Oogschaduw set en er zit dan ook zo'n borsteltje bij dat je je make-upjes kan schoonmaken. En allemaal eye palette. Dus ik dacht, helemaal cute, kan ik leuk inpakken. En dat ging nog meer halen. Toen wou ik dus ook nog die juichcapes ophalen. En toen stond ik ineens bij de verkeerde Jumbo. Er zijn 2 Jumbo's in de stad. Letterlijk naast elkaar.
En ik had hem dus bij de andere dingen besteld. En ik kom daar dus. Dus eerst parkeerkaartje kopen, kom ik naar binnen. En toen dacht ik, hé, wacht, het is de verkeerde Jumbo. Toen ben ik in mijn auto gaan zitten, naar de andere kant van de straat gereden. Het liep daar naar binnen en toen liet ik mijn bewijsje zien. Toen zei, ja, maar dit is pas voor 1 juli. Dat is volgende week donderdag, pas niet vandaag donderdag. Dus ik moet lopen vanmiddag teleurstellen. En dan hoop ik maar dat Nederland in ieder geval nog een wedstrijd doorgaat, anders heb je geen flippende flap aan die kip. Dus ja, toen moest ik eigenlijk ook nog werkstuk halen voor Pascal, maar dat ging dus echt niet meer redden. Dat zei hij vanochtend van, oh, als je naar de stad gaat, wil je dan sportsokken of werkstokken voor me meenemen. Want wat hij met zijn werkstokken doet, ik weet het niet, maar er gaat er iedere week wel eentje stuk. Dus, maar dat ging echt niet meer redden. Morgen weer een nieuwe dag. En morgen heb ik een vrij relaxe dag, want dan breng ik 's ochtends de kinderen naar school en dan ben ik de rest van de dag vrij. Als in, vrij. Want normaal zou ik mijn broers om 12 uur ophalen. Dat hoeft niet, want dat doet haar stiefmoeder, om het zo maar te zeggen. En dan haal ik Logan meestal om 2 uur op. En dat hoeft ook niet, want dat haalt ook of hun stiefmoeder of hun vader hun op. Want ze gaan van het weekend met de camper weg. Helemaal leuk, echt. I would not want to trade him. Maar voor hun is het heel erg leuk. Dus dan heb ik heel de dag niks te doen. Nee, niks te doen. Genoeg te doen, maar heb ik de tijd aan mezelf. Dat vind ik wel lekker. Dus ja, ik ga eens even opruimen. Dat is ook een taak voor vandaag. En morgen een beetje. Want ze komen, nagels ze ervoor te komen, dan kan ze ook alle ramen doen. En nu ze zijn begonnen, denk ik dat dat ook niet meer heel erg lang op zich gaat laten wachten. Plus dat morgen de schoonmaker weer komt. Dus alles moet weer in orde zijn. Dus een beetje mijn stok achter de deur om alles hier op orde te houden. Dat af en toe de schoonmaker komt, dan denk ik. Maar ze moet niet opruimen, ze moet schoonmaken. Dus ja. Het is nu 10:45. Ik twijfel dat ik nog een snackje doe, maar denk ik niet. Ik eet gewoon een hele grote lunch. Ja, maar ze draagt me er geen. Eindelijk is de. Oranje vlog! Nee, het is vandaag gewoon donderdag. Ja. Ik heb even mijn haar zo gedaan, het gaat zo stijlen. Eindelijk. Eindelijk is hij binnengekomen. Mijn USB-C naar SD-kaart. Finally. Took forever. Maar hij is er. Inclusief een borrelboekje voor Brooke. En wat wil het toeval nu? Brooke, ik ga op vakantie naar de camping. Yippie! En waar ga jij morgen naartoe? Naar de camping. Naar de camping. Wat had ik nog meer? Oh ja, ik had ook nog boeken die waarschijnlijk de jeugdkundige heeft voorgesteld. Die zijn soms ook binnengekomen. Even kijken. Een boekje opvoeden tot zelfvertrouwen. 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te vergroten. Dat heeft dit kind nodig. En ook voor het kind zelf. Het meisje dat nooit fouten maakte. En ja, woordenboekjes. Oeh, nieuwe letters op de koelkast. Deze. Boris Clubblad. Kijk, gaat in de camping. Oh, die kan je morgen wel meenemen in de camper. Dat is leuk om te doen. Martina de IJsbeer. Ook leuk. Deze. En Boris wast af. Nou, wat enig. Helemaal cute. Yeah.
So maybe we should start living now, 'cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So maybe we should start living now. Maybe we should start living now. Maybe we should start living now. I don't wanna waste my time. So Brooke is dus geslaagd voor haar bang! Yeah! En we mochten wel boven zitten, want er waren niet zo heel veel kinderen die vandaag moesten afstemmen. Dus ze vonden dat wel goed. Hoog tijd dus voor pannenkoeken! Yummy! Hi! Hi! Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, willen jullie dan deze video een duimpje omhoog geven. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wens ik je een hele fijne dag verder. Tot in de volgende video. Doei!